Hoe verder met Jumbo-Visma, Han? Ja, nou, die ploeg die rijdt volgend jaar nog wel, hè. Maak je geen zorgen. Maar het is een beetje een knoop, hè? Waar die langzaam ontward, die in elkaar zat en weer ontward gaat. Hoe kan dat nou, als je de 3 grote rondes in 1 jaar wint? Hoe kan het dan dat je toekomstperspectief dan nu zo marginaal is? Ja, nou, kijk, wat er is, is... het pluggen is op zoek naar continuïteit. Ja. Continuïteit. Dat is waar die niet naar volgend jaar toe, nee. 10 jaar. In ieder geval jaren. Hè. Hij heeft zijn renners lange contracten gegeven. Dus hij is op zoek naar continuïteit. En nou ja, Jumbo gaat eruit. Hè. Er zijn nog wel afspraken over de overbrugging en dat soort dingen. Maar hij voelt druk, tijdsdruk. En hij heeft heel veel geld nodig. Ja, en dan blijkt hoeveel dat... eigenlijk? Nou, miljoenen. Miljoenen. En dan blijkt dus dat dat niet zo voor het opscheppen ligt. En dat je dus echt trucken moet gaan uithalen. En nou ja, goed, dat hebben we de afgelopen weken meegemaakt. Hoe dat allemaal gaat en wat voor onrust dat geeft. En, maar ook het feit dat het gebeurt... Dat is natuurlijk... Je doelt op de mogelijke fusie met Quick Nou ja, goed, het is in ieder geval die niet doorgaat. Nee, maar het is in ieder geval een manier van hun om te kijken van waar halen we geld vandaan. Ja. En het feit dat dat niet op de oude traditionele manier, dat dat blijkbaar niet zo makkelijk meer gaat. Zeker, en ook al ben je zo goed en win je zoveel, en sta je er eigenlijk heel positief op. Ja. Dan is dat toch een teken aan de wand dat dat... ja, dat is niet goed voor je wielersport. Nee. Hè? En dus... Ik denk dat pluggen ook buiten dit ook wel... goed, daar zijn ze al jaren, daar weet Leo misschien ook nog wel meer van... over het verdienmodel in dat wielrennen. Hè, natuurlijk, daar heb ik de laatste tijd ook veel aan moeten denken. Mm-hmm. Want het is allemaal nu sponsorgeld. Wat de kurk is waar het op drijft. Maar ja, dat is, in andere sporten is dat niet zo. Daar gaat het om andere dingen. Ja, dan heb je het over tv-gelden. Bijvoorbeeld. En, business. Ja, maar vooral ook tv-gelden. Ja, ja. Hè? En dat is in ieder geval een constante stroom. Ja. Hè? Je wil als wielerploeg, wil je uiteindelijk toch een situatie creëren dat je niet volledig afhankelijk bent van een sponsor. Nee. Dat als die een jaartje er niet is, dat je dat kan overbruggen. Ja.